Ben achter de Gramont. Ja, het is geweldig. Ja, de verwachtingen worden natuurlijk ook gespannen en als het dan warm maakt, is het wel mooi. En dan zit die vrouw hier op zich te wachten, die Kinger. Ja. Ongelooflijk, mooier Chris zit niet meer. Nee, het is sowieso al een opluchting als ze bij de finishbus. Ja, nu helemaal, dat is echt te gek. Ik vroeg aan die vrouw, natuurlijk 20 maanden geleden, zien een vader overleden, ook bij de Ironman. Die leeft nu een beetje door, die leeft nu een beetje met. Ik pak gewoon het positieve ervan, voor zover dat het natuurlijk geeft, maar... Hey, ik probeer er gewoon positieve energie uit te halen. En, op zich, dit jaar gaat het fantastisch, dus ik ga gewoon lekker door. Fijne jong. Ja, dit is een hele bijzondere dag en vooral ook omdat vrienden en familie iedereen kunnen supporten. En ook eens echt van A tot Z zijn wedstrijd met maken, dus dat is heel speciaal. En zeker met dit resultaat. Zo zit je met de Kinger, op hem te wachten. Wie is het voor hun? Ja, normaal kijken ze altijd op de laptop of op de tv natuurlijk. En nu zijn ze er in het echt bij. En ze zien de vulst dat ze ook gespannen zijn. En dat ze naar de finish toe leven. En ja, hier is dan natuurlijk een stukje ontlading. Dus dat merk ze heel goed bij ze. Je was al bij 20 maanden geleden, toen de vader van Bas overleden in Hawaii. Is dit het feit dat Geer op me zit te wachten vandaag op Zine Jesse Triathlon Ironman in Hoes? Telt dat extra? Absoluut, het blijft altijd wel in onze gedachten, dat moment op Hawaii. En dat gaan we dit jaar zeker goed maken en het mooi afsluiten daar.